De smartshophouders zijn niet verrast dat het kabinet ruziet over het paddo-verbod. Want, zeggen ze, het is overhaast ingevoerd en er is niet goed over nagedacht. CDA-minister Klink vindt dat de politie het verbod moet handhaven. Maar PvdA-minister Ter Horst en de burgemeesters willen dat niet. De smartshops kijken er niet van op dat dat paddo-verbod zo ingewikkeld uitpakt. Het verbod is even gauw in elkaar geflanst. Het enige is wat het ministerie heeft gezegd, dat de politie zal handhaven. Er is geen overleg geweest, er is geen bespreking over geweest, er is geen informatie geweest. Het is allemaal haastwerk. Want niet alle paddenstoelen zijn verboden en je moet er verstand van hebben om ze uit elkaar te houden. Volgens minister Klink moet de politie controleren welke paddenstoel mag en welke niet. Maar collega-minister Ter Horst is daar niet van overtuigd. En zij wil praten over een oplossing. De PvdA in de Tweede Kamer ook. Die pleit voor een speciale paddo-politie. Er is nu niemand die verstand heeft van paddo's. Dus niemand weet hoe je moet controleren en waar je op moet controleren. Nou ja, dat betekent dat we een wet hebben die is een lege huls, die we niet gaan handhaven. Ja, dat kan natuurlijk niet, want dan ben je als wetgever echt ongeloofwaardig. Maar paddo-agenten zijn onzin, vindt de VVD. Het probleem is overzichtelijk. Een smartshop met paddo's is vrijwel zeker in overtreding. Dus dan is ingrijpen makkelijk. Natuurlijk zal dat in het begin even wat problemen geven. Maar dat had je ook met andere verdovende middelen. Met pilletjes, met ecstasy heeft het ook gespeeld. Wat is een aspirientje en wat is MDMA? Nou, dat zal hier in het begin ook even moeilijk zijn. Maar aldoende leert de politie wel. En als we daar een paar specialisten in de grote steden op zetten, dan kan het gauw verholpen zijn, het probleem. Ter Horst en Klink proberen deze week een oplossing te vinden voor het paddo-verbod.